In de concertstudio in Kortrijk is de 13e Vlaamse Scriptieprijs uitgereikt. Met deze prijs zet Scriptie VZW het eindwerk van aanstormend wetenschappelijk talent in de kijker. De prestigieuze titel gaat dit jaar naar Alexandra van Voren. Alumna rechten van de Universiteit Gent overtuigde de jury met haar originele pleidooi voor het updaten van het burgerlijk wetboek. Eigenlijk, het gaat over de identificatie van de persoon. En daar horen verschillende elementen bij, zoals naam, geslacht, woonplaats. En in mijn thesis bespreek ik geslacht en woonplaats en ga ik eigenlijk na wat dat de tendensen vandaag zijn. Ooit waren ze in 1804 waren ze zus, vandaag zijn ze zo. En heeft het recht daarop gereageerd? En bijvoorbeeld met geslacht zien we een tendens tot gendergelijkheid. Mannen en vrouwen moeten gelijk zijn. Maar ik denk dat enkel een tussenstap is naar een genderindifferent recht. Een recht waar we niet meer spreken over geslachten. En op die manier krijgen we eigenlijk een recht dat flexibel is, dat transparanter is en dat veel beter in staat is om toekomstige tendensen die we zien komen op te vangen. De jury moest een winnaar kiezen uit een recordaantal van 510 inzendingen. We vonden dat haar ideeën zeer origineel waren, zeer gedurfd ook. En de originaliteit, dat heeft de doorslag gegeven. De winnares kreeg de onderscheiding uit handen van Vlaams parlementslid en commissievoorzitter Innovatie en Wetenschapsbeleid, Axel Ronse. Ik vind het vooral belangrijk dat die scripties en die kennis die bij de jongeren zit, die door de jongeren ontwikkeld wordt, die daarvoor ook vaak naar het buitenland kijken, dat die hier ontsloten wordt. Zowel voor overheidsmanagers, politici, ondernemers. Die kennis is zodanig belangrijk omdat onze wereld evolueert veel sneller dan ze ooit heeft geëvolueerd. Denk maar aan Uber, aan Spotify, aan Booking.com. Het zijn nieuwe vormen van ondernemerschap die gans onze samenleving, maar ook gans ons juridische kader, compleet op zijn grondvesten doen daveren. En wij moeten op dat vlak zeer wendbaar zijn. En de kennis en de know-how die de jongeren aanreiken via hun scripties is eigenlijk een onontgonnen goudmijn die we echt wel gaan moeten beginnen ontginnen. Met de Nederlandse filosoof Bas Haring wist de Vlaamse scriptieprijs een hoge internationale gast te strikken. Haring is hoogleraar aan de Universiteit Leiden, waar hij de leerstoel publiek begrip van wetenschap bekleedt. Eigenlijk zou iets als wat we nu doen voor jonge mensen ook moeten zijn voor oude mensen. Om te leren, om hun te leren dat je tijd mag nemen om onderzoek te doen en de resultaten ervan rustig en goed op te schrijven. Voor de winnares is de prestigieuze Vlaamse scriptieprijs een mooie duw in de rug. Naast het behalen van de felbegeerde titel ontvangt ze ook een geldsom van 2.500 euro. Ik heb mijn thesis heel graag geschreven, maar hoe meer ik ermee bezig was, hoe meer dat voor mij ook echt iets werd van oké, ik wil het echt uitdragen. En je zit in je kamer of gelijkwaar en je schrijft die thesis en je gaat daarin op. Maar om dan te merken dat dat ook buiten je kamer gedeeld wordt en dat die mening of die conclusie ook gedeeld en geapprecieerd of gevonden wordt, dat vind ik een enorme voldoening, een enorme eer ook. Daarvoor schrijf je dan ook weer zo'n werk natuurlijk. Dus het is vooral die erkenning die veel betekent. Ja, dat is een beetje like uw kind dat goed terechtkomt.